We gaan kijken bij de voorbereidingen van een musical in Beegde. Daar is binnenkort op de planken te zien The Sound of Music. Stichting De Drammertjes in Beegde, die organiseren een musical. Op een verhaal wat de meeste mensen wel zullen kennen, The Sound of Music. En iedereen die het verhaal kent, weet dat de familie Von Trapp een belangrijke hoofdrol speelt in de film. Een gezin met een vader en 7 kinderen. En het is dus zeker niet de makkelijkste musical om op de plank te brengen. Op de repetitie is wel te merken dat het De Drammertjes toch aardig is gelukt om deze musical weer tot leven te brengen. De film The Sound of Music vormt het uitgangspunt, maar de musical is zeker geen regelrechte kopie van de film. Zo naar de wel de baas, is er een kans voor iemand als Maria? Ik vind het een fusie. We gaan nu The Sound of Music doen. Die is eigenlijk uitgekomen door de kinderen en de volwassenen. In meerderheid hebben die dat gewild om dat dit jaar te doen. In feite is dat heel bekend als een film. En van daaruit zijn er herschrijvingen geweest met leuke stukjes tussendoor en vooral hele mooie liederen en zang. En wat ze elke keer terug is, dat kinderen, met name kinderen, die misschien andere dingen wat minder goed in zijn, juist hier heel veel erkenning in kregen van hey, ik ken wel gaat. En van daaruit eigenlijk qua persoonlijkheid volwassen werden. Dat zijn de dingen waar ik ook van hou. Meisjes met strikjes en busjes met kantjes. IJskoude winters en warmwolle bandjes. Kerstverse sneeuw als die nachts in de kou. Dat zijn de dingen waar ik zo van hou. De Drammertjes zitten in Beegde. Maar toch zijn de mensen die meedoen aan de musical niet allemaal afkomstig uit Beegde. We zijn een vereniging, een jeugdvereniging, die 5 jaar geleden zijn begonnen met een musical. En ingegeven door een professioneel theater-echtpaar, wat hier in de dorp woont. En wat ons als vereniging wil helpen bij een musical op touw te zetten die voor gans Midden-Limburg op termijn zou kunnen gaan gelden. En inmiddels is dat bij deze 5e uitvoering gebleken dat we deelnemers, acteurs, 62 acteurs hebben, 30 kinderen. 32 volwassenen uit de heel Midden-Limburg, van Heithuizen tot Sint-Ludwigenberg. Dus, en daar zijn we heel trots op dat we in eigen dorp dat hebben kunnen maken. Maar nog trotser op het feit dat ze dat doen met samenwerking van mensen uit ook de andere dorpen. En dat geeft een extra dimensie aan onze activiteiten. Hoog op de berg, lieve geitenherder, lee, alle, lee, alle, lee, ho. Luid met de schuif van die geitenherder, lee, alle, lee, alle, lee, ho. Ik speel de rol van juffrouw Maria, de zingende kinderjuf, die eigenlijk in het klooster is en non wilt werden en dan naar de Von Trappkindjes gestuurd werd. Ja, ik ben 5 jaar geleden begonnen met zangles en zodoende ben ik erin gerold, eerst met een klein rolletje en dat werd steeds groter. Grote kans, dans mij die dans, dan blijf ik in. Ba 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 la. Zuster Margrethe is een postulantenmeesteres. Een postulant, het zijn eigenlijk de jonge meisjes die in het klooster komen. En ik ben eigenlijk helemaal via Maria, zeg maar. En ik vind haar helemaal geweldig. En ik leef daar nog altijd heel erg met haar met. En zuster Berthe, die is heel erg tegen Maria. En dat botst dan altijd. Een beetje. Ja, ik heb al vanaf mijn 10e, geloof ik, zangles bij Maya, die wat het regisseert. Ik ben nu 18 jaar, dus al heel gaat jaren. En toen had ze me eigenlijk gevraagd 3 jaar geleden of ik met wil je doen met Oliver Twist. En toen ben ik zo ieder jaar met gaan doen. Was ook zenuwachtig voor de rol? Eigenlijk niet. Gek genoeg vult dat nu nog wel met. Maar ik denk als er straks een zaal vol publiek zit, dat die zenuwen toch wel gaan komen.
Is ze wel van plan om hiermee door te gaan? Ja, ik vind het heel erg leuk om te doen, maar wel gewoon hobbymatig. Ik ben niet van plan om in de professionele wereld te gaan ofzo. Heb ze de film ook gezien? Ja, als kind al. Die heb ik 100 keer gezien, volgens mij. Je zou kunnen oefenen. Ik heb wel kunnen oefenen en groot fan vroeger. Dus ik ben ook heel blij dat ik deze rol mocht spelen. Ik ben 18, bijna 19, maar zo totaal naïef, krijg ik roos op. Op dit moment wordt dus de laatste Hind aan de musical gelacht. Binnenkort is de première. De voorstelling die we nu dan gaan krijgen in het komend weekend, dat wil zeggen op 10 en 11 december. Op 10 december twee voorstellingen, om 2:30 en om 7:00. En zondag 11 december om 2:30. En dan het weekend daarna op de zaterdag, de 17e en de 18e, hetzelfde programma. En we hopen dat we 1200 kaarten verkopen, net als vorig jaar. We hebben er op dit moment 900 verkocht, dus dat ziet er goed uit. En we hopen ook dit keer dat er wat meer mensen uit Remung, onze mooie stad Remung, komen en Roerdalen. Want dat missen we nog. Dat de Maas blijkbaar wat dat betreft nog een scheiding is. En dat moet je dus een verbinding zien.